Eerst brengen we vandaag Rafael naar school. Daarna gaan wij in Naaldwijk een bank halen. Viv en ik zijn met z'n tweeën op weg naar Naaldwijk. Want een week nadat we de stoelen hebben gehaald, kunnen we eindelijk ook onze bank halen. Er komt een eetbank bij. Die gaan we nu ophalen. We doen dat heel vroeg, want dan kunnen we de rest van de dag op zitten. En de lift in de flat wordt voor onderhoud stilgelegd. Dat betekent dat wij dan de bank er niet in krijgen. Dus we moeten voor een bepaalde tijd weer terug in Zoetermeer zijn. We huren een klein busje van de winkel waar we ook de bank hebben gekocht. En daarmee crossen we heen en weer naar Naaldwijk en Zoetermeer. Kan je daar wel in rijden? Wat ga ik erin rijden? Nou, daar gaan we dan. We gaan onze bank ophalen bij het magazijn. Viv twijfelt aan het formaat. Nou moet ik zeggen, hij is ook wel wat aan de grote kant. Hey buschauffeur, we gaan je bus verbouwen. Hey buschauffeur. Dat is Viv onze buschauffeur. Stoer, hè? Bank zit erin. Het is alsof er niks in zit. Zo ruim is die. De bank is echt super licht. Ik had echt het idee dat die zwaar zou zijn, maar het weegt helemaal niks. Fucking Hulk Hogan. Lachen jongen, lachen. Lopen de deur uit. Gaan we gelijk terug? Hoe zit hem neer? De bank staat. Kijk dan. Onze bank is veilig aangekomen in Zoetermeer. En ach, oh, is die mooi. Nu moeten we als een speer terugrijden naar Naaldwijk. Om de doodsimpele reden dat we anders meer betalen voor de bus. Nou, we zijn bijna weer terug in Naaldwijk. We kunnen onze eigen racebak weer meenemen en dan kunnen we terug naar Zoetermeer. Want dan is het alweer bijna tijd volgens mij om Rafael van school te halen. We zijn er weer. Auto afgeleverd. Profijtmeubel bedankt. We zijn weer thuis. Maar er worden blaadjes geveegd. We zijn niet voor niks zo vroeg terug, dat komt omdat de lift buiten gebruik is. Dan kan ik ook die liftknop gaan drukken, maar dan
gebeurt er niet zoveel. Niet filmen. Eigenlijk wil ik een timelapse videootje maken van de mooie rode lucht, maar Rachel wil zo graag naar huis en krijgt daar helemaal de tijd niet voor. Oh, nou, laten we maar gaan, dan... Het is ook zonde van haar tijd.